Leer de minister, mevrouw de gedeputeerde, beste burgemeesters en schepenen van Gravens en omliggende gemeenten, beste afgevaardigden van het Vlaamse parlement, beste partners en vrienden van de Agridagen, beste collega's. Ik naam noemen is soms vervelend, maar ik wil hier expliciet toch ook Lode Sijsens verontschuldigen. Ik heb begrepen dat er iets is met een akkoord en communicatie met de achterban. Dus ook de voorzitter van de Boerenbond moet verantwoording afleggen aan zijn leden. Dus hij gaat waarschijnlijk iets later nog wel aansluiten. Beste vrienden, van harte welkom op onze officiële opening van ondertussen toch al de vijfde editie van de Agridagen in zijn huidige vorm te Weelde Depot in Ravens. Na de uitzonderlijke corona-lente-editie van 2022 zijn wij als beursorganisator uiteraard tevreden dat we deze editie opnieuw terug in tussen aanhalingstekens normale omstandigheden hebben kunnen organiseren en dat we terug in het vertrouwde laatste weekend van de krokusvakantie zitten. Het is een open deur intrappen door te stellen dat de situatie in de landbouwsector en daarmee samenhangend de gemoedstoestand van vele land- en duinbouwers vandaag verre van optimaal is. Oogschijnlijk in schril contrast daarmee kunnen we met veel vertrouwen uitkijken naar deze editie van de Agridagen. Daar hebben we alle redenen toe. Met 222, om exact te zijn, 222 exposanten is de volledige beursvloer ingepaald. We hebben een goede mix tussen enerzijds blijvers en anderzijds nieuwkomers bij de exposanten. Dat betekent dat er veel vertrouwen is in de Agridagen, wat maakt dat heel veel exposanten graag wensen terug te komen, maar dat er anderzijds ook voldoende ruimte is voor vernieuwing, zodat we als beurs ook de evolutie in de agrarische sector mee kunnen volgen. Er is dus, zoals men dat in mooi Vlaams zegt, een goed evenwicht tussen continuïteit en innovatie. Dat is geen onbelangrijke vaststelling, want we zijn er ons uiteraard van bewust dat er vandaag vooral veel onzekerheid en frustratie leeft in de landbouwsector. De afgelopen periode, misschien nog vandaag en ook morgen, stond en staat het land meermaals niet enkel figuurlijk, maar ook letterlijk in het brand. Zeer begrijpelijk, want de lijst met verzuchtingen en zelden ondertussen gekend is dan ook ontzettend lang. Het stikstofdossier, de druk op de prijzen, de druk op de grond, de vele regeltjes, de geopolitieke situatie, de grote rechtsonzekerheid en het gebrek aan toekomstperspectief, bijkomende verwachtingen in het Turkoogsenne gebied, de Kalantoonse heide, de vallei van de kleine neten, de vallei van de A, om ook maar een aantal regionale dossiers te benoemen, allemaal hebben ze direct of indirect impact op de landbouwsector en haar bedrijven. Het stelt de sector voor gigantische uitdagingen. Er moeten continu, soms niet evidente, keuzes gemaakt worden. Samengevat, en ik denk dat dat misschien ook de essentie is van het akkoord van gisteren, maar dat laat ik aan de minister toe. Ik denk samengevat kunnen we stellen dat de situatie in de sector dusdanig ernstig is en de problematiek van die aard dat we enkel door samenwerking en de krachten te bundelen nog vooruitgang zullen boeken. Samenwerking binnen de sector, samenwerking binnen de keten, met alle stakeholders, inclusief een constructief beleid op ieder niveau. Als Agridagen willen we zeer uitdrukkelijk binnen dit kader onze misschien beperkte, maar toch ondersteunende rol opnemen. Zo is er, naast de ruimte voor commerciële beursactiviteiten, informatieuitwisseling en kennisoverdracht via de seminaries, ook focus op ontmoeting en netwerk. Een toffe babbel tussen pot en pint, ik weet het, de problemen worden daar niet mee opgelost, maar het kan deugd doen. Even de pauzeknop induwen heeft mogelijk ook een positief effect op het mentaal welzijn van onze landbouwers. Recent onderzoek heeft trouwens uitgewezen dat dit ook een meer dan belangrijk aandachtspunt is in onze sector. Afgelopen week vertelde mij iemand nog dat onze boeren gewend zijn van voor iedereen te zorgen, maar dat ze ook af en toe de tijd moeten nemen om voor zichzelf te zorgen. Ik denk dat dat de nagel op de kop is. We verwachten in de eerste
De eerste aantallen zijn wat dat betreft hoopvol. We verwachten vandaag en in het weekend duizenden bezoekers tijdens de agridagen. Op de eerste plaats uiteraard land- en tuinbouwers, maar anderzijds ook veel sympathisanten en mensen met interesse in de land- en tuinbouw. Het is onze doelstelling om met de agridagen het positieve imago van de landbouwsector uit te dragen naar dit brede publiek. We willen aan iedereen laten weten dat de landbouwsector geen sector is van blind voor de realiteit en hakken in het zand, maar een sector is die bestaat uit ondernemers die openstaan voor verantwoord innoveren en verduurzamen. Dit alles is uiteraard een uitdaging voor ons als beursorganisator. En we weten en beseffen dat dit alles behalve een wandeling door het park zal zijn. Maar we gaan de uitdaging aan en hopen zo bij te dragen aan de dynamiek en de duurzaamheid van de agrarische sector. Vrienden, het organiseren van een event zoals de Agridagen, dat ondanks een fantastisch beursteam, kan je dat niet alleen. Als team zijn we dan ook verheugd en trots te kunnen rekenen op vele, vele loyale partners. Onze sponsors, onze exposanten, de gemeente Ravens, de lokale landbouwgemeenschap, de verschillende overheidsdiensten en uiteraard onze duizenden bezoekers. Van harte dank trouwens voor die constructieve samenwerking. Beste vrienden, ik ga eindigen door te stellen dat ik samen met jullie uitkijk naar een mooie en vooral interessante editie van de Agridagen. Ik dank u.